de slippende schepper of zoiets. De scheppende slipper. Het is vandaag zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben een vloggende 50-plusser en zo heet mijn kanaal. Als je nou denkt dit gaat een hartstikke leuke vlog worden, steek dan alvast dat duimpje omhoog. En abonneer je vast op mijn kanaal. En dat is helemaal gratis. Dat kan door middel van die rode knop hier beneden. Of aan het eind van de vlog op dat rondje klikken waar mijn hoofd op staat. Ik loop al buiten met Romke. Het is middag trouwens. Zei ik weer goedemorgen? Het is middag. We zijn al even naar de boot geweest. We hebben onze kussens weggebracht naar iemand die er een mooi nieuw hoesje omheen gaat maken. En straks zullen we naar Celine toe. Om die plankjes van de Xenos op te hangen. Die moest eerst nog even werken. En het zou zo'n 1 uur of 3 zou ze thuis zijn. Dus daar, eens kijken hoe laat is het nu. Het is 2:30. Ja, dan moet ik naar huis, want dan moet ik die kant zo open rijden. Wij zijn onderweg naar Celine. En Romke zit achterin. Gaan we weer naar Celine toe, hè? Ja. Want we gaan even die bandrekjes ophangen die ze van de week had besteld. Vorige week bij de Xenos. Wat doen ze daar allemaal? Ja. En we zijn bij Celine. Mochten jullie denken, wat is dit? Hier zat dus een soort verdikkingje. Dat was hier van de zomer gekomen door de zonnebril. En eerst dacht ik van ja, dat is toch wel een heel vreemd plekje. Moet ik in de gaten houden. Maar toen keek ik eens beter. En dus volgens mij was het gewoon een soort vetbultje. Dus ik had erin geknepen vanmorgen. En ja, vandaar. Kijk, die vind ik wel best aan jou. Aha. Ik weet dat niet lekker. Het is met pineapple. Met pineapple? Ja, een glas. Goedemorgen op deze zondagmorgen. Is het nog morgen? Ja, het is nog morgen. Nog eventjes. Het is even over 11:30. Wij zitten in de auto. Het is mistig. Dat is jammer. Want wij willen even de kant uit van de Waadhoeken. De Zwarte Haan. Dat is een gebied richting, ja, aan de Waddenzee eigenlijk. En
daar ben ik nog nooit geweest. En ik zie heel vaak foto's op Instagram voorbij komen van mensen die daar met de hond lopen. Het schijnt een heel mooi gebied te zijn. En omdat je op zondag altijd zo'n beetje zit van wat zullen we nou weer eens eventjes doen, dacht ik van, is dat wel een leuk idee misschien? Maar nou is het mistig. En dat is een beetje jammer, want er zitten ook heel veel vogels. Als ik die wil filmen, dan zie je er natuurlijk geen mooi van met die mist. Kan er wel opklaren. Ja, maar ik denk hoe dichter we bij zee komen, hoe erger het wordt. Ja, en Romke is natuurlijk ook mee. En Romke? Maar die is volgens mij niet zo fit. Dus ik weet niet hoe ver die gaat lopen. Het is een beetje niet vooruit te branden. Maar goed, dat mag op zondag, hè? Hebben wij ook wel eens, ja. En er stapt zometeen even iemand in de auto. Die gaat mee. Want die woont op de route. Die was alleen nog niet aangekleed, dus die moest even heel snel. En dan is ze al. Hey! Nou, hoi! 5 minuten eerder, 15 minuten! Ja, maar dat zal je wel bedrijven. Het was even inschatten, maar we zaten daar. Toen zei hij: moet wel over. Ik ging bellen. Ik zei, toen zei hij: moet wel over 5 minuten klaar zijn. Maar goed, dat werd dan even iets later. Nou ja. We zijn gearriveerd. Hier is dat beroemde beeld. De slippende schepper of zoiets. De scheppende slipper. En het is zo jammer, want het is potdicht. Je ziet niks. Maar goed, hier waren we nog nooit geweest. We wilden eens even kijken. Dat hebben wij weer. Hoor die vogels eens. Ik hoor schoolleksters. Nee. Er schijnen hier ooit flamingo's te hebben gezeten. Ik kan me dat niet voorstellen dat die er met de kou zijn geweest. Maar, Tolly. We zijn bij de zwarte haan. Dus de vogeltjes die moet je er maar bij bedenken. Strand de zwarte. En Romke, wat wil Romke dan? Wat had jij besteld? Dat weet je wel. Nee, weet niet meer. Een wafel. Oh ja. Zal ook een tosti trouwens? Ja, dat hebben ze ook. Zo, het zit niet echt lekker. Klopt, maar ik wilde graag een wafel. Heerlijk. Mijn vrije dag. Het is 7:45. 7:45. Ik zat straks met de hond. En dan zal ik weer even klikken en collecten bij de Action. Ja. Verslaafd? Wel, nee. Kijk, vorige keer was het even een probeersel. En dan waren er echt wel dingetjes waarvan ik dacht van, even leuk om te halen. En dan hou ik voorlopig ook even op, hoor. Dan heb ik het ook alweer binnen. Het is een beetje mistig en het had gevroren. Chris reed vanmorgen weg en mijn ramen zijn bevroren. Dus ja.
Dat hadden we niet meer aan zien komen, dat het nog zou gaan vriezen. Ja, het was geloof ik wel voorspeld. Dus, 7:45, de wasmachine draait al. Best wel productief. Nou, eerst een bakje koffie, dan moet ik ook nog een broodje eten. Dus 8:00 weg gaat niet meer lukken, want ik moet eerst de Romke uitlaten. Kiezer, moet jij wat lekkers? Zullen we even wat uit het laadje halen? Kom maar. Let niet op de berg wasgoed. Eens even kijken, schat, wat halen wij hieruit? Nou, zo'n lekker rood staafje. Kijk eens. Dat gaat niet meer hard, hè? Nee, je hebt liever een dentelstick. Maar ja, die heb ik niet. Hap, doe maar. Nee, deze. Doe maar. Het is vandaag donderdag, ik ben net terug uit mijn werk en ik ben helemaal kapot, want ik ben voor het eerst wezen fietsen. Ja, kijk, van de week al een keer eerder gefietst naar de stad. Dat was dan 10 minuten, een kwartiertje, dus dat was nog te doen. Maar dit is een half uur, hè? Dus een half uur heen en een half uur terug naar mijn werk. Dus. Ja, ik ben helemaal kapot en dan kom ik op de oprit gefietst en staat mijn pakket met lampen erin gewoon op mijn oprit achter mijn auto. En ik, nou, dat is lekker. Als ik zie wat voor ongehuurde types gisteren mijn H&M bestelling kwamen brengen, ik denk, ja, zet me neer. Straks komt er een ander, die pakt het daar weer weg. Ik bedoel, er zit altijd wel wat leuks in een pakketje. Nieuwsgierig Aagje is er ook alweer bij. Je moet ook alweer weten wat het is. Nou, dit zijn ze. Dit is de zwarte voor boven, dus de andere soorten. En deze is voor beneden. Het lijkt heel lichtgrijs, die kap. Ik had hem liever een beetje crème gehad. Nou ja. Who cares? En daar was licht. Mensen, het is vrijdag vandaag. Dat betekent dat er een eind gekomen is aan deze vlog. Vond je dit nou een leuke vlog? Steek dan even een duimpje omhoog. En abonneer je nog even op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende vlog. En allemaal een heel goed weekend. En blijf gezond, mensen. Doei doei!